Hallo beste Anderlecht supporter en welkom terug bij de Anderlecht carrière mode seizoen 2. Ik kreeg enkele berichten van ja, herstart die carrière mode en oké, ik zal het mee herstarten tot het einde van deze carrière mode. En binnenkort zitten we ook in de playoffs. Er komt goed nieuws aan, want we hebben Bolasie en Peter Gil gecontacteerd. En we weten dat Anderlecht nu momenteel in de crisis zit. Na 0 op 9, na verloren te hebben tegen Club Brugge, zitten we echt in een paddoeningfase. Het gaat heel slecht en het moet echt beteren, dus ik hoop echt dat het betert. We zullen zien wat de playoffs nog brengt in deze competitie, maar focus je vooral op deze carrière mode. Dank je voor het kijken, veel succes en veel kijkplezier. Dit is Arne Roze. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van Arne Malou Roze. Welkom terug bij een nieuwe video van de Anderlecht carrière mode. De eerste match is tegen Zulte Waregem en we gaan Yannick Bolasie contacteren en we gaan Peter Gil contacteren in deze carrière mode om het wat meer echt te doen lijken. Je weet natuurlijk dat dit seizoen 2 is van de eerste carrière mode dat we hebben gedaan. Dat is ook al een tijdje geleden, maar Loski schiet hier. Die bal gaat op de doelman en daarmee zijn er wat spelers veranderd. We hebben de houtijd natuurlijk Amuzu, Salemakers, maar we hebben ook nieuwe jongens zoals Lee. We hebben de houtijd Lowrance, Sunny en hier is Coach Otoare. Maar we hebben de houtijd nieuwe jongens. Dus het is niet zo met die nieuwe jeugdspeler van Anderlecht zit er helaas niet bij. Maar het is ook het tweede seizoen, dus we hebben daarop verder gespeeld. We hebben ook Malinowski gekocht van deze Henk, dat heb je ook gezien in een aantal vorige video's. En die speelt dus ook mee in ons team. We staan tweede en ja, Hens staat momenteel eerste met een achterstand van ongeveer 5 punten. Hier schiet Malinowski de 1-1 binnen en we staan op gelijke hoogte na 34 minuten. Nou, dat is zeer goed. Ik had gezien in de geschiedenis dat we soms een keer een match kunnen verloren en hopelijk gaan we dat nu niet meer tegenkomen. We weten dat Anderlecht in het echt in de crisis zit. En we hopen natuurlijk dat ze er zo snel mogelijk uitraken. Maar ik hoop echt dat ze winnen. Standaard een moezoe maakt hier de 2-1 na 40 minuten. Ik hoop echt dat we winnen tegen Standaard. Want ik wil geen 0 op 12. En ik wil echt niet verliezen tegen Standaard. Ik heb een video gemaakt dat ik niet wou dat Anderlecht verloor tegen Club Brugge. Zoals je ziet hier achter mij. Zie je dat? Ik ben supporter van Anderlecht. Als hij is klein, zat natuurlijk een echte Anderlecht supporter. 3-1. Soms ga ik wel een keer naar een match van Zulte Waregem. We winnen niet tegen Zulte Waregem. We gaan gewoon winnen. En Zulte Waregem legt me ook wel bij het gat, maar niet zozeer als Anderlecht. Ieder penalty fout en ik vond het echt spijtig dat Anderlecht verloor tegen Club Brugge natuurlijk. Ik vond het echt spijtig dat we echt verloren hebben tegen Club Brugge al die jaren. Ik heb ook Olivier de Sassi gezien in PlaySport en die zei het ook. Het is spijtig, maar ze lieten hem niet uitpraten. Hier redde die nog de penalty. Ik vind de Schacht in feite altijd nog een zeer goede speler. Ik vind hem echt Anderlecht waard. Hij heeft veel gedaan voor de club en ik vind het spijtig. Sommige supporters tegen de Schacht zijn gekeerd, want ik vind het echt een goede jongen. Dan hier de tweede match. Tegen Standaard. Hier schiet Anderlecht met een kansje. Malinowski schiet op die bal, maar die bal gaat net naast. Dat was een grote kans voor Anderlecht, maar die bal gaat er dus niet in. Kijk even naar de herhaling, zoals we hier duidelijk doen. Dus we passen naar Amuzu. Amuzu past naar de dinges en Malinowski schiet dan die bal naast. Tegen Standaard is het in feite een topper, maar ik wil nog veel tonen, dus daarom heb ik het wel ingekort. Dan hier de voorzet van Standaard. Die kan kans maken op de 1-0, maar die komt er net over en zo blijft het nog altijd 0-0. Dan Anderlecht weer al. Malinowski staat daar weer voor een open goal en die kan schieten, maar die schiet hem maar over. Het blijft 0-0 tussen Anderlecht Standaard, tot misschien nu. Bakkali met de passie naar Salemakers. Amuzu schiet en die bal gaat erin. Het is 1-0 voor Anderlecht. Een mooie kans, een mooi shot en we staan weer op voorsprong. En we gaan waarschijnlijk weer de 3 punten pakken. Het staat echt beter dan in het echt. Het is ongelooflijk. Anderlecht er weer, Malinowski. Het passen naar Amuzu. Amuzu schiet en die bal zit er weer in. Het is 2-0. We gaan winnen tegen Standaard en dat is ook duidelijk. Of gaat Standaard nog iets doen? Standaard gaat nog in de aanval. Standaard past die pas voor en die kopbal en die gaat erin. Het is 2-1 tussen Anderlecht en Standaard. Maar we winnen deze match 1-2. We hebben 3-4. We hebben een aantal punten achterstand op deze Henk. 4 punten achterstand. Op AHM, pardon. En we staan ook 5 punten voor op Standaard. Leuk, ja, even stelprobleem. En zorg dat binnen 2 seizoenen minimaal 1 speler, een jeugdspeler, aantrekt. En dat die ook speelt in het team. Dat is ook een doelstelling dat we nog niet hebben uitgevoerd. Dus daar moeten we echt wel naar kijken, natuurlijk. Manager populariteit is 80. Dat is een algemene goede beoordeling. Maar we moeten dus deze opdracht nog uitvoeren. Dus ik moet in minimaal 50% van de wedstrijd. Ik weet niet of dat nog gaat lukken. Met de play-offs erbij bijgerekend moet dat waarschijnlijk wel nog lukken. Oké. Maar dan nu. Je weet in het echt. Maar wat krijgen we nu? Afkoopsom voor Salemakers betaald. Ik wilde laten weten dat Fiorentina, Italiaanse competitie, akkoord is gegaan met de transfersom van Salemakers voor hem af te betalen voor ongeveer 9 miljoen euro. Maar dat kunnen we niet laten gebeuren. Dat is een echte andere speler. Een algemene rating van 77, leeftijd 20 jaar. Die wil ik niet zo goedkoop laten gaan. Die wil ik gewoon niet laten gaan omdat het een andere speler is. Ook al speelt hij de laatste tijd minder mee. Maar hij mag bij mijn team
blijven. Maar hij blijft ook bij mijn team, want ik heb hem nu een contract aangeboden. Peter Zil bieden we ook een contract aan. En datzelfde geldt voor Bolasie. Wel een beetje de dure transfer, soms ik wou het sneller regelen. Maar we hebben deze twee nieuwe spelers, dus het is een beetje like het Anderlecht van nu. En ja, behalve Verscharen. Verscharen zit er niet bij, dat is wel spijtig, maar ik kan hem er niet bij doen. En hier naar Bolasie. Dus ik... Het is paasvakantie. Ik hoop dat iedereen kijkt naar de Anderlecht Carrière Mode. Ik doe het voor jullie. En ik hoop dat jullie veel plezier gaan beleven. Morgen komt er een nieuwe video. Peter Gil, Yannick Bolasie zijn toegekomen als nieuwe spelers van Anderlecht. Ik wens iedereen bedankt voor het kijken. Ik wens je nog een prettige dag. Yo.